Jong Ajax nog geen punt gepakt. 0 uit 4. 19e derhalve in de stand van de keukenkampioendivisie. En dit is Joey Konings voor de eerste kans voor Emma. Zij staan 15e, de degradant, met 5 uit 4. Twee jaar geleden begonnen ze ook met 5 uit 4 in de keukenkampioendivisie. Maar werden uiteindelijk toch nog kampioen. Zover is het nog lang niet. Jong Ajax met onder andere Linson in de basis. Die voor de interlandbreak nog in de basis van het eerste stond. En dit is een mogelijkheid voor Mika Gods. De Belg hier weer balbezit, linksbuiten. Bij Jong Ajax een paar prachtige spelers waar je van kan genieten. Mensen als Misewi en Banel. Dit is Misewi. En laat een paar tegenstanders de hielen zien. En dit is een afgemeten trap in de verre hoek. David Kaloko met zijn eerste in het betaalde voetbal. Van buiten de 16 passeert hij Jan Hoekstra. En zo komt Jong Ajax op een 1-0 voorsprong binnen het kwartier. Staat Emmen dus achter. En hebben hier de mogelijkheid om vlot gelijk te maken. Dit is de kans voor Piotr Partizek. Dat is een knappe redding van Charlie Setford. Vooral ook omdat die bal vlak voor de keeper op stuit. Fred Grim, trainer van FC Emmen. Natuurlijk een man met een lang, groot en rijk Ajax-verleden. Gods, prima. En daar zat Brouwer weer mis. Die moest vandaag rechtsback spelen. Is eigenlijk rechtsbuiten. Maar men heeft bij Emmen niet veel smaken meer achterin. Gods krijgt de bal. En het is een soort van kopie van de 1-0. Ook buiten de 16, verre hoek. En een treffer. En ook hier heb je het idee dat Hoekstra meer zou kunnen doen. Zet ook niet echt af met zijn linker, zodat hij naar de hoek kan. En dus staat het 2-0. En dat is toch zeker inmiddels verrassend te noemen. Met Ubbink en met Vlak. Scoorde eerder deze week vriendschappelijk tegen FC Twente. Nu is het niet zo'n feest. De redding is van Setford en Grim. Natuurlijk ontevreden met de verrichtingen van zijn manschappen. Rust dan dus in het voordeel van Jong Ajax. En dan weet je, er zal heel veel stoermondrang plaats hebben bij FC Emmen. Want dat kan je natuurlijk niet verliezen deze wedstrijd. Hier een schot. Dat gaat over het doel. En dit zijn dan de momenten, Joey Konings, hij dus die man van de eerste grote kans in deze wedstrijd. Gaat zo'n bal erin, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Emma met Bernadou na rust in de ploeg gekomen voor Smeets. Iets aanvallender dus gaan ze voetballen. Vlak, het volgende schot. Maar ook hier geen kracht, niet de juiste precisie. Partizek, Vlak. Dan weer eens de zijkant op met Joey Konings. 9 minuten in de tweede helft onderweg. Zijn schot gaat over. Zo heeft Emmen veel de bal. Dan zijn er mogelijkheden voor de Drentse ploeg. Hoekstra. Dan maar lang, dan maar ver. Partizek voor het doelkoppen. Dat lukt. Dan zitten ze achterin niet helemaal lekker. Aartsen. Dan is dit de mogelijkheid voor Konings. Het schot is voor Setford. Maar daar is Ubbink. Die profiteert van de fout. Van de keeper van Jong Ajax. Want die behandelt de bal niet goed. En dus is er vreugde in het uitvak. Ubbink scoorde hiervoor al in Kazachstan, Slowakije, Polen en Roemenië. En nu heeft hij ook zijn eerste goal in Nederland te pakken. 30 jaar, maar afgelopen 10 jaar speelde hij in het buitenland. Wildschot, hardschot van Jaylen Manel. Een van die spelers waar je dus met veel plezier naar kijkt als ze op het veld staan. Bij de belofte van Ajax. Emma probeert aan te vallen, maar geeft dan dus wel wat ruimte weg. Banel hier. En dat schot gaat net naast het doel van Hoekstra. Wat nog even aangeraakt ook door een speler van Emma. En dus is het een open wedstrijd. Kansen over en weer. Konings. Brouwer. De rechtsback, normaal gesproken dus rechtsbuiten. En hier voelt hij zich beter op zijn gemak. Ben Scholten maakt de 2-2. Jongen uit de Rapel. Uit de jeugdopleiding van Emma. En zijn derde goal al van dit seizoen. Komt keurig voor zijn man. En goed werk natuurlijk ook van Brouwer. Die ervoor zorgt dat die bal bij Scholten terecht kan. Kan Emma dan drop en drover? Dit is een geweldige bal van Vlak. En dan is het dat schot wat net niet helemaal uitkomt. Van Joey Konings. Actief vanaf die rechterkant. Corner. Dirksen wil de doelkoppen bij de eerste paal. En dan is het weer Ben Scholten. Dan mag je hem toch langzaam maar zeker goudhaantje noemen. Met zijn tweede van deze wedstrijd. En zijn vierde van dit seizoen. En het uitvak leeft hartstochtelijk mee.
En dan is de voorsprong dus voor Emmen. En in de slotfase moet dan dus Jong Ajax zorgen dat het niet 0 uit 5 wordt. Deze bal teruggetrokken. Iedereen appelleert voor Hens van Julius Dirksen. Die zijn jeugdopleiding had bij Ajax. Maar die krijgt de bal op de borst. Geen strafschop. En dus nog immer de stand 3-2 in Drents voordeel. Ubbink laat ze dan hier wat makkelijk wegzetten. Dan komt die bal hier. En deze hangt Linsson met de 3-3. Weer een schot van buiten de 16. Waar Hoekstra geen antwoord op heeft. Spectaculaire wedstrijd. En we zijn nog niet klaar ook. El Mesaoudi. Ubbink gaat Emma dan nog voor de winst. Voor de volle winst. Vlak. Ook hij krijgt het niet voor elkaar om een vlammend schot af te leveren. En dan eindigt deze wedstrijd in 3-3. Spectaculair was het zeker. En Ajax, Jong Ajax, pakt het eerste punt van dit seizoen.